Zijn we weer. 25 graden vandaag, maar daar ga ik niet van genieten, want ik ga weer voor jullie een te gekke opdracht doen. Het is weer de spuigaten uitgelopen, van voor de tram blijven liggen tot hoe lang kan ik met een bivakmuts bij de pinautomaat staan. Nou denk dat is een bivakmuts mij niet staat, maar Jeroen had een mooie. Hoe lang kan ik proeven in een supermarkt? Ik ga bij het vak staan en alles proeven waar er staat, met mijn vinger door de pindakaas heen en door de pasta heen en een hagelslag. Alles proeven, kijk hoe lang ik dat vol kan houden bij de Albert Heijn. Hoe lang kan ik proeven in de supermarkt? We zijn bijna bij de Albert Heijn. Het is echt te mooi weer om een middag in de cel te gaan zitten. Maar ja, fuck it, we doen het maar gewoon. De sjaal heb ik trouwens niet om voor de kou, maar er zit een cameraatje in. Dus we gaan het meemaken. Ik gok dat ik het een zet hoog in, 20 minuutjes volgehouden. Maar mijn hart zit hier. Maar ja, goed, what the fuck, we doen het. Ik ga het niet eten en dan weer terugzetten, hoop ik. Sorry? Ik zit ervan te eten en dan zet je het weer terug. Ja, maar ik wil het eerst... Maar niet zo fris. Ik wil het zelfs proeven, als ik het lekker vind, dan neem ik het wel. Dat vind ik asociaal. Doe jij dat nooit? Nee, natuurlijk niet. Van tevoren, eerst even kijken of hij het lekker vindt. Ik neem het dan wel, maar... Ja, ik ook. Dit, noem ik niet normaal. Ik heb dat nog nooit gezien in de supermarkt. Nee? Stel voor, iedereen gaat dat doen. Dat vind jij fris. Ja, maar het zijn toch alleen de voorste? Ik pak nooit de voorste, want die worden meestal geproefd, toch? Ik kan ook de supermarktmanager erbij halen. Ik vind het niet normaal. Oh, nou. Dat mag niet, hè? Sorry? Dat mag niet. Mag ik het niet eens proeven voordat ik weet of ik het wil hebben? Dat is open en ik proef, dat mag niet. Oh, oké. Okay. Ja, ik vind het niet normaal. Nou moet je ook wegwezen ook. Maar kijk, dit is al. Ja, ik neem hem. Ik heb het toch gepakt. Nee, ja, ik heb alles gepakt. Je moet ermee ophouden. Nee, ik wist niet dat het niet mocht. Nou. En ik de voorste proeven. We kunnen ook de politie erbij halen. Ze zat net ook die open. Ja, die heb ik. Op de hand te doen. En die vond ik goed en ja, die heb je ik. Je hebt het genomen omdat ik het zei. Ja. Maar het is beter als je nu weggaat. Ik pak een shake en dan had je uitgegeten. Nee, ik heb ze toch bijna pakken. Ja. Je gaat niet vertellen dat je dit normaal vindt, want je zit nog in de zijk. Nee. Ja, nou dat ik het hoor van Albert Heijn dat het niet mag, dan zal het wel... Nee, ik ga het afrekenen en ik ga. Ik pak een sham, daar heb jij uit zitten eten en ik wou hem pakken. En dan zeg ik je nog, dat is niet normaal dat je eruit zit te eten. Zit ja, maar ik denk jij neemt mij in de maling. Nou, dan moet je ook wegwezen, ga naar de kassa. Ik vind het niet normaal als ik dat zie. Oké. Dat je eruit eet en dan zelf meeneemt is normaal, maar je zit er terug en je gaat weg. Nou, wegwezen dan, ga naar de kassa en betalen. Ik ga al. We hebben het weer gehaald. Volgens mij niet precies helemaal 20 minuten, maar what the fuck, het ging geweldig. Die reactie van die mensen, echt maar prachtig. Die vent, die werd boos. Maar ik heb er toch maar eentje meegenomen, want dan merkte ik onder proeven dat ik die wel lekker vond. Dat was het weer voor deze week trouwens. Tot volgende week. Ciao.